There's nothing to it but to do it. Alles staat of valt met enthousiasme en je moet zeker iedere spiergroep 2 keer per 7 dagen aanpakken om goed veel resultaten te kunnen blijven boeken. Maar er bestaat ook zoiets als te veel, te zwaar en te hard trainen. Overtraind raken gebeurt sneller dan je denkt. Verminderde eetlust, een 10 slagen hogere hartslag in rust, gebrekkige slaap, slapeloosheid, verminderd zin in trainen en gelijkblijvende prestaties terwijl je zwaarder, intensiever en harder traint dan normaal. Dat wijst er allemaal op dat je te ver gaat. Dus enthousiasme is natuurlijk nodig om tot succes te komen, maar er bestaat ook zoiets als te veel doen. Te hard, te zwaar, te intensief trainen. En het is beter om te voorkomen dan te genezen, want als je eenmaal echt overtraind raakt, betekent het dat je echt rust moet nemen, dat je uit de fitnesszaal moet gaan en dat je eventjes echt compleet moet herstellen. Dus het is zaak om te herkennen dat je overtraind aan het raken bent. En dat merk je dus al vooral aan minder zin hebben in trainen en vooral ook aan het gelijk blijven van je prestaties terwijl je zwaarder en intensiever traint. Dan ben je aan het overdoen. Dus let daarop. Want je raakt sneller overtraind dan je denkt.